Goedemorgen, welkom in Brekthal in Boom, waar we te gast zijn voor de eerste wedstrijd van de slotdag van de finale beker van Vlaanderen. En er is een wedstrijd meisjes U14 tussen Ion Waregem en Kangaroos Basket Mechelen. Naast mij Filip Wolk, de coach van de thuisploeg van Phantoms Boom. Maar ja. Jij kent wel wat van vrouwenbasket. Hoe moeten we deze twee ploegen inschatten, Filip? Ik denk dat we vandaag twee ploegen gaan zien met heel veel talent. Ze hebben in de competitie ook al een aantal keer tegen elkaar gespeeld. En daar heeft Kangaroos telkens de bovenhand genomen. Dus ik zie Kangaroos vandaag als een lichte favoriet. Maar we weten allemaal dat in een bekerfinale dat er alles kan gebeuren. Dus ik kijk wel uit naar een leuke wedstrijd. Ja, absoluut. Als je het zo bekijkt op het veld, ook een geweldig lengtevoordeel voor Kangaroos. Ja, Kangaroos heeft een aantal grotere meisjes. Denk vooral aan nummer 16, Nora Lemmens, nummer 15, Sam De Zeeuw. Die wel inside wat impact gaan hebben. En langs de andere kant zien we vooral Lina Klaasens, nummer 5. We mogen het vandaag maar één keer zeggen. De zus van Nastia Klaasens. Zien we daar wat bovenuit steken qua centimeters. Het zal een leuke battle worden. Ja, we kijken er naar uit. De refs voor deze wedstrijd, Geert De Haze en Michiel Houwe. En zij zorgen ervoor dat de wedstrijd sportief blijft verlopen. Het is opmerkelijk ook dat beide ploegen in bijna elke finale bij de meisjes vertegenwoordigd zijn. Ja, dat is een mooi voorbeeld van een goede jeugdwerking. Ook van een goede loting. Een goede loting, maar ik wil wel zeggen, Kangaroos heeft een iets moeilijk parcours gekend. En zo al die finales. En dat zijn aantal, zijn onder andere Phantoms Boom voorbij gegaan in de halve finale. Ja. Waar hebben we ook tegen Genson gewonnen bij de U14. Genson ook een sterk team. Dus als je die twee ploegen klopt, dan sta je er zeker vandaag verdiend. Genson, ja. Gisteren overigens de seniors meisjes-vrouwenfinale gewonnen. En tegen de Kangaroos, de B-ploeg. Dat was een hele mooie wedstrijd alleszins. En we hopen dat hetzelfde vandaag natuurlijk ook hier weer heel wat meisjes uit de topsportschool vliegen. Bij Waregem zien we nummer 12, Evelyn Nally. Zit bij ons op de middenschool in Wilrijk en speelt vandaag tegen haar klasgenoten. Nummer 7 Lili Jans, nummer 9 Elisa Luba. Nummer 15 Sam De Zeeuw en nummer 16 Nora Lemmens. En voor Sam De Zeeuw heeft een heel vervelende voetblessure opgelopen voor de kerstvakantie. En het was een beetje een race tegen de klok, maar ze is toch speelklaar geraakt. Dus hopelijk kan ze vandaag wel enkele minuutjes spelen. Ook voor zo'n jonge speelster een heel belangrijke ervaring om mee te maken. Ja, absoluut. Die bekerfinale, dat is een belevenis voor hen natuurlijk met een tribune die goed volgelopen is. 10:00 morgens en je moet toch vanuit Waregem bijvoorbeeld naar Boom rijden. Dat is een eind. Een heel eind, maar om 2:00 middags is het de play-off kwartfinale Kangaroos Waregem. En vanavond om 17:30 is het U16 Kangaroos Waregem. Dus het wordt een dagje. Ja, ik denk wel dat de mensen van Waregem goed weten wat doen vandaag. Ja, absoluut. Ja. En ook, ik denk ook Luc Atra, de voorzitter van Kangaroos, want die moet pendelen van de ene naar de andere hal vandaag. Hij heeft me dat gisteren verteld dat hij dat gaat doen en hij moet ook de zaal nog gaan klaarzetten, vertelde hij, wat een voorzitter leiden kan. Opmerkelijk ook, Kangaroos Mechelen, de coach die vanmiddag het hoofdgerecht moet coachen, die staat hier nu ook aan de lijn om het, laat mij zeggen, de amuse-gueule, het voorgerecht te gaan coachen, Arvid Hiels. Maar zo ziet Arvid hetzelfde door. Elke match die Arvid coacht, of het nu eerste klasse dames is of U14 meisjes, gaat hij altijd het beste van zichzelf geven. Ja. Dat hoort ook zo natuurlijk. Uiteraard. We gaan kijken. De starters komen op het veld bij Mechelen. De captain, Lizzie Jans, hebben we gezien. Elisa Luba. Juna Broekaert, dan zien we Nanu van den Boogaert en Nora Lemmens. Zij staan klaar. En bij Waregem worden dat Evelyn Nafli, Michelle Lecluse, Marie Kempe, Lina Klaasens
en Riade Rappé. En zij is kapitein van de ploeg van Waregem. En we gaan eraan beginnen. Het is Geert de Hazen die de wedstrijd zal op gang werpen. En we zijn vertrokken. De eerste score, wat ik kan zeggen, is voor Waregem, maar daar komen we voorlopig nog niet aan toe. En de eerste fout, die is alleszins voor de Kangaroos. De openingsdrive van de nummer 12, Nally, typeert een beetje haar speelstijl. Dat is een speelster die heel agressief de basket aanvalt. Ja. Gaan we vandaag nog zeer vaak zien. Wat me gisteren is opgevallen, zijn dit zo moeilijke ringen dan? Vrijworpercentages, die waren echt niet goed. Ik denk ook de factor zenuwen in zo'n bekerfinale niet onderschatten. Ja? Zeker bij jeugd niet, maar we zagen ook de dames van Gentsom. Ja, ja. Die wel wat moeite hadden. Echt struggelen om vrijworpen gemaakt te krijgen. Op een gegeven moment leek het zelfs een probleem te zijn. De loopfout van Evelyn. En Lili Jans die de organisatie bij de Kangaroos moet gaan nemen. Nora Lemmes over de eindlijn en meteen de full court press. Oh, hey. Ja. De bedoeling was er, maar de uitvoering was wat anders. Ook daar, kijk. Ik denk dat we twee teams gaan zien die veel verdedigende druk willen zetten. We hebben nog altijd geen score, Filip. Dat verandert nu. Een bom meteen. Juna Broekaert. En de eerste voorsprong is voor de favoriet ook een beetje. En het trippelshot van Waregem. En gelijk. Ja, de Rappé. De kapitein die haar verantwoordelijkheid neemt. Een snel shot. Ja. Oh. Dat heb je gemist. Goede pas nog kans. En de turbo slaat aan. Goed gespeeld. Goede basketbal. En vechten voor de bal. Kangaroos gaat iets georganiseerder spelen. Nora Lemmes. Oei, de passing. Heel veel druk, maar drie meisjes kwijt in één beweging. Goede pas. Ah. Moeilijk shot dit voor Lina Klaases. Nummer 4 staat daar alleen, ja. En we krijgen de eerste vervanging voor Kangaroos. En door de harde verdediging wordt de passing heel moeilijk. Jans probeerde. Maar dat lukt niet. En kijk eens hoe snel. Die laat gewoon alles en iedereen achter zich, Evelyn. Dat was een heel grote zero-step. Nora Lemmes.
draaien en keren. En scoren vooral, dat is belangrijk, want dat was een probleem. En we kennen het allemaal, als je tegen klasgenoten moet spelen, dat is altijd speciaal. En dan nog eens in een finale. Ja. En het tweede driepuntschot van Rappé. Ai. Oei. En een beetje te enthousiast verdedigd van Marie Kimpe. En de wissel is er. En het is Mia Willems die erin komt. En beide teams blijven volkomen druk geven. Ja, de vraag is hoe lang kunnen we dit volhouden? Heel agressief aan twee kanten. En voor elke bal, dat vraagt veel rotatie, wou ik gaan zeggen. En daar is al Juline Vervaken die er gaat inkomen bij Waregem. Coaches Charlotte van Houten. Ook speelster in eerste landelijke voor Waregem. Een tweede wissel al Anne van Meerhagen. En zo voor Marie Kimpe. Lily Jans. Voorbij het screen, nog een screen. Ja, en dan had ze hem beter afgelegd dan Nora Lemmes. Ja. Kijk. Baas onder de borden. Ook al door haar lengte natuurlijk. Beetje een zenuwachtig hier beginnen. Veel missers aan beide kanten. Ja, ja. Wel ja. Goede doelkansen. En hier voor ons passeert Sarah de Koessemaker, gisteren bekerwinnaar, ja. Met kleine oogjes. Dat toch vooral op de driepunters mikt voorlopig. Wat wel een risico naar deze leeftijd, want ja. Driepunters zijn meestal verre rebounds en dan voed je wat de transitie van de tegenpartij. Ja, goede paas dit. En de score. Ja, de Rappé. Vijf seconden, ja, geen inbounds die lukt. Meteen wisselen. June Boekaert. Die het terrein opkomt in plaats van Elisa Luba. De dochter van Mimoun, oudspeler. Van onder andere Turka. Ja. Zal ze mij altijd vertellen. Daar is al opnieuw. Dit keer handje ertussen van Nora Lemmes. Nog een wissel Anne van Steenbergen. Die op het trein komt voor Nanu van den Bogaert. Goed gesneden. Ja. Ja. Zie je wel, het spel van Waregem, heel veel cutting naar de basket. Ja, en dan zie je natuurlijk, als je met het aangezicht naar de bal speelt en niet de man ziet, dan krijg je dit soort problemen. Ja.
Waregem terug op voorsprong. Mooi. 2-2. De ringen werken terug. Ja. En de verdediging werkt ook. Ja. Voorlopig toch. Nora Lemmes. Probeerde er door te geraken. Ja, de rapene fout. Eerste fout voor haar. Lina Klaasens, die even een breather kreeg op de bank, gaat terug op het terrein komen. En Evelyn even naar de kant. Lemmens voorlopig zeer ongelukkig in de afwerking, maar het zijn wel zeer goede shots. En de bal die via een kopbal buiten ging. Ai. Een beetje ongelukkig balverlies, maar er komt een nieuwe wissel aan. Sam de Zeeuw. En je zal daarna maar mee torsen en een enkel blessure hebben. Ah, ja. Geen familie van Maxime de Zeeuwen. Nee. Maar wel dezelfde blessure zo'n beetje. Nog een wissel bij de Kangaroos. Elisa Luba die terugkeert. En Juna Boekaert die even mag gaan rusten. Proberen heel goed bij Waregem en Lili Jans uit het spel te houden. Heel veel denial te spelen. De meisjes van Waregem die voorlopig, ondanks het lengte nadeel, de rebound nog een beetje kunnen controleren. Zie je op deze leeftijd nog redelijk vaak van loopfoutjes. Ja. De Jans, veel aan de bal ook, hè. Daar was weinig aan, denk ik. Ja, het zijn lichte fouten. Die je misschien in een zenuwachtige finale niet echt moet fluiten. Oei. Zeer goede pas. Ja, en ben ik verkeerd, Filip, als ik zeg dat ze soms ook misschien wel eens naar de korf mag kijken? Want ze doet meestal de drive naar de basket en dan eigenlijk vooral naar de vrijstaande maat zoeken en niet eigenlijk de eigen kans gaan. Ik vind dat ze een paar keer de juiste beslissing nam, maar vooral het wedstrijdbegin dat ze geforceerde lay-up probeerde en die bal miste, is wat de rest bepaald. Ja, snelheid van Kangaroos, reactie na die score. En even te veel tevredenheid bij de score van Lina Klaasens en dan niemand die terugliep. Nora Del Motte, die voor Anna van Meerhagen op het terrein komt. Lage score voorlopig.
En de vrijworpproblemen die blijven. Oei. Oei. Lilian die zich helemaal vastliep en de loopfout, ja, de stapjes, de kleine stapjes waren er te veel aan. Correcte call. Ja, ja. Nora Lemmes, terug voor Sam de Zeeuw. Ja, Lilian is normaal gezien de offensieve draaischijf van het team, maar waar gaat het er alles aan? Om het haar die rol heel moeilijk te maken en dan slaagt er zeer goed op. Goeie paas dit. Ja. Time-out voor Kangaroos. Ja. De draaischijf bij Waregem Mifflin Nally, zonder meer. Ja. En 11-5 voorsprong. Zevende punt al voor Jade Rappé, overigens, van die 11. Ook niet onderschatten voor die meisjes van Kangaroos. Eén speelde een finale. Zet er al wat meer druk op. Dan komt nog de coach van de eerste ploegje voor de finale coachen. Niet onderschatten. Ja. En dan een Belgian Cat als meter hebben. Ja, inderdaad. Ja. Die er dan ook nog op staat toe te kijken. Ja. Dat zou moeten helpen natuurlijk. Nou, ook een dikke pluim verloren. Ja, ja. En vandaag om 2 uur een playoff match spelen en staan om 10 uur 's morgens hier in de zaal om haar jeugdteam te steunen. Ja, het is een beetje de filosofie die Luca trouw ook in zijn club wil steken. Hè? Dat het een club is waar iedereen eigenlijk een rol heeft. Het Waregem publiek roert zich. Ja, maar goed. 11-5 ja. Voorsprong. En je moet ook roepen als het wat moeilijker gaat natuurlijk. Ja. Maar dat zal nog wel komen, zeker. Kijk, moeilijk inworp weer. En het is zaak om in 8 seconden aan de overzijde te geraken. Dat lukt voor Lilians. Heel balvaardig wel. Ja, goed geprobeerd. Maar misschien te laag die bal voor Nora Lemmes. Oei. Ja. Hij is aan het tellen. Kom maar, meisjes. Ja. Mifflin Nally. Hopelijk was die deur daar dicht, ja. Want de schorre is een geweldig groot natuurdomein. Nora Lemmes. Kijk, als zij naar de korf gaat, bijna niet te stoppen, maar de afwerking die is voorlopig een probleem. Oei. Ja, goede rebound. En weer een fout op. Ja, de Rappé. En zij mag naar de vrijworpplein. Anu van den Boogaard keert terug bij de Kangaroos. Melissa Luba krijgt raad van de coach van Arvid Deels. En Waregem speelt complex los. Een goede start van de wedstrijd. Ja, vanuit een underdog positie is het vaak leuk om aan een wedstrijd te beginnen. Ja. Knap gedaan. Ja, Willems. Ai. Ai. Ja.
een wissel bij Waregem. Marie Kimpe. Die Nora Delmotte komt aflossen. En Kangaroos gaat met Nora Lemmens op de guard spelen. Om even Lili Jans te ontlasten. Dan kan zij schieten, maar voorlopig ook geen succes daarbij. De bal blijft voor Waregem. Wat mij opvalt, Filip, heel balvaardig allemaal. Ja, dat is een klein beetje ook de onderslag van ons jeugdbasketbal de laatste jaren. Ik denk dat we heel veel meer inzetten op skills. Ja? Ik denk dat wel, ja. Knap gedaan, goeie paas. Evelyn Nally, de assist. Oh, helemaal vergeten daar onder de borden. Nora Lemmens. En twee vrijworpen. Ja, hij blijft harken om een korf gemaakt te krijgen. En ook om een vrijworp binnen te krijgen. Hopelijk gaat de ringen vanavond ietsje beter. Het is toch een bepaalde stress, heb ik de indruk. Ja. 1 op 2, Nora Lemmens. Jullie spelen vanavond ook nog een play-off terugwedstrijd. Ja, onze tweede wedstrijd tegen Luik Panthers, ja, om 19:15. Ook hier nog? Ook hier, ja. Een heel basketfeest de hele dag door. Ja. Goede pas. Maar weer goed teruggekomen. Ze probeerde de rug te gebruiken van Marie Kimpe, maar dat mislukte. Even rusten, Lili Jans. Nou, Nora Lemmens in het pak vastgelopen. Maar dan Dessel die ook mee gaat coachen nu op de bank. Goeie beweging en weer geen scoren. Dat is een probleem. Snelle balwissels. En dan zijn er twee, want ze stopt met de dikke teen, om het zo te zeggen, in het driepuntgebied. Drie meisjes kwijt. Goed gepast. Ja. Goed gepast. Zeer jammer. Goeie aanval. Ja. Boze reacties bij de fans van Kangaroos. En niet alleen bij de fans, ook de coach is er niet zo blij mee met deze call. Weer
Maar Flanelli. Rebound. En de score voor Marie Kempe. De assist dit keer was van Jade Rappé. En einde van het eerste kwart, 17 tegen 10. Ik zie vooral een Waregem dat defensief zeer goed is voorbereid. Ja? Zij wisten waar het gevaar van ging vandaan komen. Volgens mij heeft Lili Jans nog niet kunnen scoren. Nogal Lemmens ongelukkig in de afwerking, maar ook steeds 3-4 speelsters rondom haar. Maar je ziet ook aan de blikken veel meer stress, spanning bij de Kangaroos meisjes. En die van Waregem, ja, die gaan met een soort van verbetenheid naar de bank van, ja, dit kan. En dan, ja. We hebben nog maar één kwartje achter de rug, dus nog veel ruimte. Ja, absoluut, absoluut. Maar het is wel zo natuurlijk dat je de start niet mag missen in dit soort wedstrijden als je al flink achterop sukkelt. En misschien buiten verwachting sta je er dan 7 voor. Zie je opmerkelijke dingen in de cijfertjes, Filip? Ja, ik zie aan twee kanten zie ik voorlopig nog scoreloos Evelyn Nally en Lili Jans. Dus dat gaat sowieso in de loop van de wedstrijd. Dan zijn zeker nog een vizier terugvinden. En dan had ik verwacht dat bij Waregem een aantal meer assists zouden staan. Omdat hun speelstijl toch heel vaak is open man zoeken en weinig creëren uit weinig 1-1 forceren. Heel veel met passing doen. En dan de vrijworpen hebben de Kangaroos 1-4. Waregem 4-8, ja, daar hebben beide ploegen een aantal puntjes laten liggen. Ja, en ik zie ook maar 1 3-punt poging bij Waregem, terwijl ze in het begin van de wedstrijd heel nadrukkelijk daar naar zochten. Ja. Dus, het is misschien voor iedereen vroeg. Ja, het zou zo ook maar kunnen. Nora Lemmens bij de start van het tweede kwartier. En hier zit Lina Klaasjes, nummer 5. We zien jullie in beeld, maar klaar om te helpen. En weer. Ja? Lili Jans terug tussen de lijnen. Nora Lemmens. Dit is goed. En de score. Voor Evelyn Ali. Eerste van de wedstrijd. Zetten zich goed door daar. Nora Lemmens. Ja, goed gelezen. En geblokt shot. Lina Klaasjes en ze is opnieuw weg. Huh? Ik denk dat Evelyn de bal geraakt heeft en die kwam van buitenaf. Dus ja. De ref zal een uitbal gefloten hebben. Ailani Leemans. Op het terrein voor Kangaroos. Gretiger op de bal, Waregem. En weer een score van Jade Rappé. En de eerste ook voor Lilians. Ik kon niet uitblijven. Ai. Bedoeling was goed. Uitvoering net ietsje minder. Wat opvalt bij Waregem, scoren, geen tegenscoren, altijd rondlopen. Transitie bij Waregem heel belangrijk. Ja. Oceane Aarts die erin kwam, maar een time-out gebracht door Charlotte van Houten.
coach van Waregem. En dat is niet helemaal waar wat er op het scherm staat. Het is 21-14. Ja, de Rapé, 11 punten. En een rebound. En Evelyn Nali, ja, die onderscheidt zich vooral met rebounding en assist. Maar een goede wedstrijd wel aan het spelen. Heel aanwezig op het terrein. Zo'n speelster ook met heel wat fysieke kwaliteiten. En ja, ja. Kan ze ten volle gebruiken. Hè. Komt oorspronkelijk van Rielsbeekje. Speelt ze al langer bij... Dit is haar eerste seizoen bij Waregem. Ja? Ja. Wel heel bepalend, moet ik zeggen. Hij heeft zich snel aangepast aan het niveau. Morales nog eens Williams helpen. Ja, de Rapé. Kijken. Ja. Over de hele bucket. Lina Klaases. Voor de beslissing. Geen score, geen fout. Dat is allemaal moeilijk hoor. Liliaanse bom. Jawel. En de verbeterheid bij haar straalt er vanaf. En de score. Evelyn Nali. Fout er bovenop van Liliaans, denk ik. Haar eerste fout. Moeten nog een paar punten bij het scorebord, ja. No. Ja, de Rapé, even rusten. 5 punten voorsprong nog voor Waregem. Met die bom van Williams was Kangaroos flink genaderd. Nora Lemmes. Ja, wie is hier allemaal aan het fluiten? Aan de tafel. Ja, ja, niet tijdens de wedstrijd natuurlijk. Het is wel heel bizar. Ja, bizar natuurlijk, want er wordt gefloten en dan stop je een beetje met spelen. Ja. Ik ben benieuwd wat de refs gaan beslissen. Ik ben vooral benieuwd wat de man van Waregem achter de tafel daar staat te doen. Ah. Dat hoort helemaal niet. Ja, het is me niet duidelijk wat ze gedaan hebben. Ja, ze waren volgens mij 2 punten vergeten bij Waregem. Ja, ja, dat wel. Maar waarom die dan fluit in plaats van ze erbij te zetten, is een raadsel. Ja. In het midden van een aanval, toch? Ja.
De raid naar de korf en dan had ze beter gewoon voor eigen score gegaan, denk ik. Juline Vervaken. Evelyn Ali. Hij heeft het gat gevonden. Zevende punt van haar op rij. En zij houdt de voorsprong van Waregem in haar eentje gaande. Oei. Goeie dribbel. Jans en ja, de kleinste pakt daar de rebound. Weert zich dapper hoor. Oceane. Aarts. Trekt meer dan haar streng onder de borden. Jona Boekaert keert terug. En bij Waregem Jaal Rapé. En dan zagen Lina Klaasens niet zo heel blij toen ze naar de bank wandelde. Het is voorlopig ook niet echt haar wedstrijd, moet ik zeggen. Ja, de Rapé. Maar Lemmers en daar is Jans al op de tegenaanval en geblokt. Misverstand. Ja, misverstand. Ja. Zij wilde dat de bal door het midden ging. En dan liep ja, de Rapé naar de buitenkant. En een fout terecht. Ja, deze. Juiste call. Fout van Sara Sainti. Een wissel bij Kangaroos. Intussen. De bal gaat binnen. Nu naar Boekaert. Brengt haar ploeg terug op 5 puntjes. En Oceane Aarts die mag terugkijken op een flinke goede invalbeurt. Want hij heeft zich daar al geweerd als een duivel uit een doosje. Tegen al die grotere meisjes. Oei, oei. Net gelukt. Jans, ja. Ze proberen het van ver, Lilians, maar misschien iets te ver. Zegt Consigne, ga maar met Loof praten. Zo. Ja. Loof zal er wel een aantal goede tips geven. Ja, goed dit. Kijk, je bent in één keer 3-4 meisjes kwijt en dan ja, loop je over de eindlijn. Het gaat te snel soms. Te overhaast. 6 minuten en 7 seconden nog. 5 punten voorsprong voor Waregem. Maar ze blijven wel voorop, Filip. Ja, vooral door een goede defense, denk ik. Hè. Sluit je heel goed de paint af. Heel moeilijk om easy baskets te maken. On the floor. Ja. Fout van Jade Rapé. En dan moeten ze gaan mee uitkijken bij Waregem, want dat is ook haar tweede fout. Niks aan de hand, maar er moet er geen meer bij komen, denk ik dan. Waregem krijgt de bal na dit reboundgevecht.
Cassis is er terug. Ja. En dan vindt ze de open ruimte. Daar is de tegenaanval al. En nu de verlegende rebound ook pakken. Kijken wie daar mee loopt. Ja, niet gezien dit. En opnieuw een duel. Al was het meer dan een duel voor de bal. Lili Jans die gaat terug op het veld komen. Kijken welke tips ze meegekregen heeft van Lore Resimo. Ja, en nu? Jumpbal en bal voor Wargem. En niemand die bij de bal kan. Handje vasthouden, Mia Willems in de fout. Ja, kijk. En dan laat ze de bal af ontfutselen en een fout nadien. Dina Klaasens, nog maar een fout. Ja. Op zich geen probleem. Moral Lemmes zoeken, Lili Jans vast. En opnieuw Lemmes zoeken. Wel een tweede fout nu. Ja, ja. Fall on the floor. Geen vrijworpen. Helemaal juist. In correct, de dribbel. Correcte call, lijkt mij, ja. Ja, ja. Ze dribbelde op het moment dat de fout gefloten werd. Lili Jans. Goeie beweging dit, maar geen afwerking. Lina Klaasens moet uitkijken nu met nog een fout. Ja, goede beweging. Goed gezien dat daar een gat was. En recht erin gedoken, Sarai Sinti. En niet duwen nu, denk ik dan. Nora Lemmes. En de time-out, Charlotte van Houten. Ja, bij Wargem toch enkele meisjes met twee fouten. Het zal zaak zijn om hun uit fouten last te houden. Bij Kangaroos voor iedereen die een fout heeft, maar eentje. Ja. Harvey Diels voor de bank, Daphne van Dessel achter de speelsters.
vandaag hebben we ook al 4 ploegfouten. Ja. Maar we hebben een kleine 4 minuten te spelen. Nora Lemmens weer op de guard. Meteen al de druk van 2 meisjes op zich. Als je erbij geraakt natuurlijk, ben je er ook meteen 2 kwijt, maar dat lukt voorlopig nog niet. Lilians en een bom. Haar tweede. En het is nodig voor de Kangaroos dat ze blijven meescoren. En de fout, ja. Ik denk de tweede voor Lilians, denk ik. Ja, zeker. 7. We hebben 2 keer hetzelfde gezien dat Lilians een 3-punter scoorde en Evelyn Nally onmiddellijk zei, dan speel ik de 1-1. Ja, ja. Lilians krijgt een beetje meer bewaking nu. Goeie dribbel om zichzelf vrij te maken. Wisseltreff. Ja. De fout was van Michel Lecuze. En de vraag is of het een groot nadeel is als je fouten maakt, Filip. Ja, we kunnen een beetje de hackershack tactiek toepassen. Dat maakt de ref een goed punt. Ja. We zwaaien de handjes bij vrijwerpen. Heeft niet geholpen. Wat ook wel een fout is. Ja, ja. Ja. Goede beslissing. Te kort, dat shot. Geraakt hem niet. Nog eens omhoog. En daar zijn ze weer met z'n tweeën onderweg. En ze zijn op 3. Momentum ligt bij Kangaroos. Ja. De bal die buiten gaat. Ze wel opletten met het foutenprobleem van Lina Klaases. Ja. Dat zij de kleedkamer niet moest gaan met 3 fouten. En je houdt ook jou de Rappé lang op de bank, volgens mijn mening. Ja, maar goed. Die toch heel aanwezig was. De bal is voor Wargem. En kijk. U vraagt, wij draaien. Ja, en misschien voor de laatste 2 minuten even Lina Klaases in bescherming nemen, zoals het dan zo mooi heet. Tweede fout ook voor het nummer 5, Mia Willems. De rest vergist zich. Ja,
Dit wordt wel de vierde fout, dus vanaf nu het vlagje omhoog. Ja. Fout voor Lille Jans. Dat is een ander paar mouwen natuurlijk voor Arvid Diels. Goede beslissing van Efren Ali om het lengtevoordeel te gaan benutten in een post-up. Ja, meteen de wissel natuurlijk. Lisa Luba zit klaar op de stoel. Ja, dat kan niet nu. Meneer. En Lina Klaasens omhoog. Geen score. En uitkijken dat ze geen derde fout maakt. Ja, wie krijgt die nu? Kijk, ook daar de derde fout. Ja, dat was, zat eraan te komen. Aan beide kanten een sterkhouder naar de bank met drie fouten. Puntenverschil nog. Ja, de Rappé. Oh, de meisjes. Ja. En de score. Ze hebben haar gemist in de productie. Goede beweging dit. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de verontwaardigheid bij Evelyn een beetje begrijp. Coach, er is maar één vrouw erop. Waarom gaat iedereen weg? Coach, er is maar één vrouw erop. Ja. Hup, en scoren. En die gaat op de andere kant. Ja. Totale verwarring. Coach. Ja, dit was een misser. Oei. En de gelijkmaker zal. Een dure vergissing. Nou, dit was heel bizar. Heel jammer, ja. De spelers Waregem hebben een bijna perfecte eerste helft. Dan ga je misschien met een achterstand de kleedkamer in. Ja, de Rappé. Totale ontreddering een beetje nu bij de meisjes van Waregem. Even de kluts kwijt. Zoeken naar naar Alemmes onder de borden. En de Riba. Hoi. Ook fout nummer 3. En 2 vrouwen. Ja.
Het wordt in één klap. Ziet het er heel anders uit voor Waregem. Ja, de Rappé. Drie fouten. Er zijn nog zekerheden, zou ik zeggen. De druk van Kangaroos die zorgt er toch voor dat ze helemaal terug in de wedstrijd zitten. Evelyn Nally aan de haal. Balverlies en een fout. Evelyn Nally, ja, dat is een fout, punt. Kijkt een beetje ongelukkig naar de coach. Ja, ze is de laatste twee minuten meer in strijd tegen haarzelf bezig. Ja? Na die gemiste vrijworpen, de fout van Klaasens. Zeer negatief. En twee fouten zelf nu. Zo, als ik de coach van Waregem was, ze nu al even wisselen. Want ja? In deze toestand gaat ze vlugger derde maken. Maar Lemmes, die zorgt voor de voorsprong. En Evelyn vergat de box-out. Ja. Zoveelste rebound. En de score, dat is reageren. Ja. Evelyn Nally, bonusvrijworp, die volgt nog. En de tweede fout is dat voor Juna Boekaert. En nu Arvid Diels. Laatste aanval. Gaat hij al dan niet zwaar gokken, Lilians. Het is te hopen dat er gescoord wordt en geen offensieve rebound wordt genomen. Ja, met drie fouten nu. Anders is het tussen nog de lijnen. Een defensieve possession. Die zal wel de goede raad gekregen hebben van handjes thuis houden, denk ik dan. Ja. Even Ali. En nu voor haar ook uitkijken dat zij geen derde fout meer maakt. Nog 10 seconden. Ze gaan 1-on-1 creëren. Lili Jans. Ja. Geen score. Einde van de eerste helft. 36 tegen 35. Ja. Ik zou bijna zeggen, voor Charlotte van Houten, gelukkig sta je nog op voorsprong. Het was een bizarre laatste anderhalve minuut, moet ik zeggen. Bizarre sequentie, inderdaad. Ja. Ging daar helemaal even het licht uit. Ja, dat is de vraag. Had ze het begrepen van die twee vrijworpen of dacht ze echt dat er nog maar eentje was? Het was een beetje heel bizar. Maar goed, het kan natuurlijk. Ik denk vooral nu eventjes goede... Goede aandachtspunten geven aan de meisjes. Meisjes wat kalmeren. Ja. Vooral ook de dames met drie fouten. Lila Klaasens, Jan van Waregem, Lili Jans, Jan van Kangaroos. Wat gaan de coaches doen? Want met hun starten is altijd een risico. Ja, tuurlijk. We gaan het zien. We horen het zo binnen een goede 10 minuten voor het vervolg van deze toch wel leuke finale. Bij U14 meisjes tussen Waregem en Kangaroos. Voorlopig 1 puntje voorsprong voor Waregem. Tot zo.
camera dat knopje moet zetten. Nee, nee, want anders, deze is live in nu. Ja, ja, maar welke? Maar ik zal het u doorgeven. Dat zou nu op manueel of op automatisch moeten staan en je moet dat een keer verzetten. Manual, denk ik, ja. Ik zal eerst gaan kijken. Hier, op wat staat hier nu? Ja, hier staat auto. Dan kijk ik ook mee wel. Voilà, we zijn terug in de Brakshal, Filip, ja. Tweede helft, wat zou jij als coach aan beide kanten dan aanpassen? Ik denk dat Waregem twee dingen zeer goed aan het doen is defensief. Dat is Lili Jans uit de wedstrijd houden. Zetten heel veel druk op haar. En we hebben dat al een keer gezien. Dat Kangoes al een keertje met een andere guard speelde soms, om haar wat te ontlasten. Dat zou ik zeker goed in de gaten houden. Zo kan ze ook weg van de bal wat meer een shooting gaan. Ja. En tweede is, ja, Waregem sluit zeer goed de bucket. Dus ja, wat je dan meestal kunt doen is de bal van laten gaan, veel speelsters op meerdere posities brengen
waardoor de defense ook moet bewegen. En dan hopen we dat de paint wat meer open kan komen. En dan bij het Waregem zal het zaak zijn om het hoofdje erbij te houden. Want voor 18 minuten waren ze duidelijk de baas en 2 minuten verliezen ze de pedaal. Ja. En dan hebben we onze twee key players met 3 fouls. Eigenlijk 2 bij Waregem. We hebben Rapé nummer 11 en Lina Klaas nummer 5. Ja. Allebei 3 fouls. Bij Kangaroos Lilians 3 fouls. Het zou jammer zijn, moesten ze in het vierde kwart al een vierde pakken. Zou toch het wedstrijdbeeld tekenen? Ja, absoluut. Ze moeten uitkijken. Je moet dat ook gaan managen natuurlijk. Hoeveel speel je met hen? Hoe snel durf je dat doen? Dat is allemaal een beetje de vraag. Nu, op deze leeftijd kan je als coach wel een aantal dingen zeer goed controleren. Je kan iemand een foutenlast of iemand laten verdedigen met iets minder penetratiekracht. Ja. Of een iets kleiner meisje dat niet echt een posting up gaat. Waardoor je wel voor kan zorgen dat die foutenlast onder controle blijft. Hè. We gaan het zien in de volgende 20 minuten. Spannende finale alleszins. Tot op dit ogenblik. Van de meisjes U15. Waregem 36 en Kangaroos 35. 1 puntje verschil en ze zijn terug daar. Ze komen terug op het terrein. Meteen met Lina Jans zie ik bij Kangaroos met 3 fouten. En bij Waregem zullen de twee meisjes met 3 fouten niet starten. Waardoor het, de coach van Waregem speelt eerder op safe. De coach van Kangaroos neemt een klein gokje. Ja. Maar het gaat misschien wel zijn voordeel uitdraaien. Aangezien hij wel met zijn sterkste team kan starten. Ook Mia Willems mee tussen de lijnen. Ik zie Nora Lemmens, ik zie Hanne van Steenbergen. En nummer 5 is Juna Boekaert. Bij Waregem. Ja, toch ook wel de sterkhoudster vind ik Evelyn Nali. Die start uiteraard. Want zij heeft 2 fouten. Ze moet uitkijken dat ze niet te snel tegen die derde aan loopt. Juline Vervaken gaat mee het terrein op. Michelle Leclusse. Sarah Nsainti. En Marie Kimpen. Dat zijn de 5 meisjes waarmee coach Charlotte van Houten terugstart. Ik vermoed dat Jade Rapé en Lina Klaas te lang op de bank gaan blijven zitten. Ja, je kan natuurlijk elke minuut die wegtikt en je blijft in de buurt is een goede minuut. Inderdaad. De bal blijft. Voor Waregem. Evelyn Ali zoeken. Ze gaat proberen voor een bom. Zou de eerste van Waregem zijn in de tweede helft. En over de lijn gestapt Marie Kimpen. We zagen onmiddellijk bij balontvangst van Nally dat alle verdedigers van Kangaroos wat dichter bij de bucket gingen staan. Ja, ja. Een duidelijke opdracht van coach Diels. Fout van Marie Kimpen. En dat is ook voor haar de derde. De eerste vrijworp binnen. Mia Willems. En Groes weer gelijk. De tweede. Lukt Nora Lemmens, goede druk gezet op de rebound en daardoor speelt Evelyn Nali die bal kwijt. Geen score. Ook in de rebound niet. Evelyn Nali die de bal over de middellijn probeert te krijgen, ja. Marie Kimpen, Nali. Moeilijk shot dit. Oeh, vierde fout voor Marie Kimpen. Dit is een probleem. We zien wel geen vervanging komen. Nee. Ja, nu heeft de coach het pas begrepen, denk ik.
het is Selina Klaasens met drie fouten die de vervangster gaat worden. En uitkijken dat hij niet nog een fout maakt. Derde fout al tegen Waregem. We spelen 1 minuut 20. En deze keer is de fout de tweede van Michelle Lecluse. Marie Kimpen, vier fouten naar de bank. En kijk, ze voelt de bui hangen, de coach. En ik denk dat de punten die Lily Jans maakte niet op het bord staan. Nu ja, wel. Nu wel. Kangaroes voorop. Drie punten en Waregem, zou ik zeggen, full force terug. Met Jalder Appé, met Lina Klaasens. Geen score. Die gezocht wordt nu. Goede beslissing, goede move. Ja, goede beweging, maar ja. Opnieuw de afwerking die net iets minder is. Ja, de Rappé. Ook dit, goede beweging. Geen score, maar goede beweging. En Kangaroes gebruikt nu een defense, een beetje het recept van Waregem. Iedere keer als het gevaar nadert, een Efle Nally, dan sluiten ze de bucket zeer goed af. Ja. Op deze leeftijd is de shotkracht van de meisje meestal iets minder. Dus kan zo'n tactiek zeker wel werken. De vrijworpen van Sarah. Santi, ballen binnen. De Brugge ingestapt van Lina Klaassen, geeft er even aan. Ja. Lili Jans, turbo. En de score van Mia Willems. Klein naar Dapper. En ook de fans van Kangaroos zijn wakker geworden. Mia Willems opnieuw en er komen er nog twee. Goed blokshot dit. Evelyn Nally. Met haar linkerhand, heel mooi gedaan. Ja. En Mia Willems die niet in de gaten had dat er nog twee meisjes kwamen toegespurt. Lilians. Hop. Zij gaat de wedstrijd mee bepalen. En nu moet Waregem gaan reageren. Want 6 punten achterstand inmiddels. Lina Klaasens. Scoren. Dit is wat ze nodig hadden. Lilians. Ja. Snelheid maken. Dat is duidelijk het devies. En de bom, de volgende, Juna Boekhardt. Nu hebben ze wel de richting gevonden. Knap dit. Geen afwerking, maar wel goed gedaan. De steal van Lina Klaasens. En de score. Ja, 3-3. Lina Klaasens, time-out, Arvid Deels. Nora Lemmes, die meteen weet hoe laat het is. Ja, we voelen een beetje het momentum swingen naar de kant van Mechelen. En 15 seconden later
Zit dat bij Waregem? Is het coach Gilles die een time-out moet nemen? Ja. En kijk, Waregem van 7 achter terug op 3. Dat is natuurlijk het leuke. Ja. Het is het mooie ook aan basketbal op deze leeftijd, dat de runs elkaar heel snel kunnen opvolgen. Omdat je twee gelijkwaardige ploegen hebt. Ja, absoluut. Lemmens bij Rijnworp. Kijk eens hoe ze duwt. Ja, dan ben je onder de korf, dan draai je nog terug. Nora Lemmens. Te kort. Goeie rebound dit. Boekhard. En Nora Lemmens die het afmaakt. Helder op B krijgt de ruimte voor het shot. Lukt niet. En kijk, 1, 2. Klein meisje, maar enorme snelheid die zij maakt. En de loopfout, ja, ja. Correcte call. En Arvid Dils die tegen de meisje zegt, ga nu verdedigen. Eén woord terug. Ja, de Rappé. Heflin Ali zoeken. De bommenregen van Waregem, dat levert voorlopig weinig op. Het zijn druppeltjes. Ja, ja, ja. En dat Boekhard die mist. Alina Klaases probeert Nora Lemmens kwijt te geraken. Dat is ook sneller gezegd dan gedaan. Helder op hey. Gaat nog eens naar de korf. Geen score. Wel vrijworpen, denk ik. Op zich neemt Waregem offensief altijd de juiste beslissingen. Alleen ja, de afwerking. Gemiste driepuntshots leiden meestal tot transitieoffense. Vrijworpen dan die ook niet meteen binnenvallen. En gelukkig, wou ik zeggen, is er Lina Klaases, maar die wordt overtroefd door Nora Lemmens. Daar zijn ze alweer, de kangaroes. Snelle balwisselingen en de loopfout opnieuw. Ja. En het is waar, het is juist. Dit moet je fluiten bij jeugd, anders gaat het nooit eruit. Ja, Drapé. Opnieuw de rebound. Naar de Rappé en dan geraak je niet uit die omknelling los en is de bal voor Kangaroes. Nog 4 minuten 26 in het derde kwart en we krijgen een wissel. Bij Waregem
Sarah Aissanti komt erin. En Lina Klaases met die drie fouten toch nog even een break geven. Dat is misschien niet onverstandig. Nee. Maura Lemmes. Ja. Als ze gaat scoren, dan is ze onstopbaar daar onder de borden. Duidelijk de baas onder de borden. Goed gedaan. Goede beweging dit. En Arvid Tiels. In zijn enthousiasme. De zesde man op het veld vond de ref. Ja. Dat is niet het plan. Ik heb al dikwijls gezegd, ze zouden daar eigenlijk een beetje stroom moeten opzetten op die lijn. Lili Jans. Maura Lemmes zoeken. Dat is de verstandigste shot. En dan weer een bom van Jona Boekhaart. Nee. Daar gaat de turbo. Kijk eens, kijk eens. Goeie paas van Yadir Apé. Goed gelezen dit. En Evelyn Nally zorgt opnieuw voor de aansluiting. Lili Jans. Naar de Boekhaart. Ja, de misser. En daar zijn die van Waregem weer. En de fout. Twee vrijworpen voor Sarah Aissanti. De wissel. Mooie move van haar, mooi voetenwerk. Ja, ja. Beetje een oldschool move. Ja, maar goed. Maar efficiënt. Tweede vrijworp. Nee, nog niet raak. En hebben ze de bal? Ja, ja, de Rappé kan hem ontfutselen in twee keer. En dan is het Evelyn Nally die zorgt voor één puntje verschil op het scorebord. Goeie pas, dit van Lili Jans. En de misser opnieuw. Rebounding is voor... Oei. Oei, Sam de Zeeuw en de bal is buiten. Ja, maar wat een veerkracht komt Waregem. Ja. Je voelt een beetje de wedstrijd wegklippen in het begin van de tweede helft, maar... Ja, de Rappé, kijken. En Evelyn Nally. Ja. Sterke match hoor. Zeer sterke wedstrijd. Dat is een naam die we moeten onthouden, denk ik. Deze ook, Maura Lemmes. En Lina Klaassen zit terug op de stoel om erin te komen. Ja, de hele baan vrij. En dan Lili Jans, die laat zoiets niet liggen, dat is duidelijk. Ja, de Rappé. En dat is wat ze misschien niet het beste kan, Evelyn. Een bom gooien. Heeft ook eventjes nodig aan Rutsche Rust, denk ik. Ja, ja. Inderdaad. Zet je hier, rust uit en dan terug. Ja. Dat is wat de coach zegt nu. Zal wel echt terugkomen in het begin van het vierde kwartier. Ja, een langere breeder voor haar. Lili Jans. Oei. Oei. Een probleem bij de controle daar van Sam de Zeeuw. Lili Jans mist de lay-up. En mindere paas, Yadir Apé. Ja, Sarah die
misschien iets minder enthousiast had moeten wuiven. Want dan heb je de neiging soms van die bal te gooien. Lilians, boom. Nee. Zeer jammer. En dat wordt nu de vierde fout. En een misser. Lina Klaases. Ja, de Rappé. Ja, we hebben het niet gezien. Dan is dit de beste oplossing, denk ik. Daar is het toch al terug, hoor. Evelyn Nally. Michelle Leclusse, die komt mee op het terrein. En voor Nora Delmotte en voor Juline Vervaken. Heffelin, oei, double dribble. Lina Klaassen zet zich door, kan niet scoren. Shotklok. Ze hebben wel de rebounding. Ja, ja, die moeten ze in de gaten houden natuurlijk, want geen korf geraakt. Goeie beweging dit. Even de fake, de shotfake naar buiten. Verdediger die omkijkt en dan gewoon doorzetten. Knap gedaan. En Evelyn, ja. Hoi. Hij heeft daar op de hand geklopt, denk ik zo, te zien. Van Duna Boekaert. Ja. Dat was de bal, denk ik. Ja, ja, absoluut. Ja. En zeker niet met opzet of wat dan ook. Zeer pijnlijk, hè. Nora Lemmens, Lilians. 50 seconden nog. Hij blijft super spannend. Lilians zoeken naar Nora Lemmens en zichzelf verliezen in de dribbel. Zijn dat twee meisjes, Lilians en Evelyn Nally, die dagelijks tegen elkaar trainen? Ja, tuurlijk. Dus ze zullen elkaar wel door en door kennen in zo'n one-on-one battles. Ja, de Rappé. Oei, dit was weggooien. Zeer jammer. Lilians aan de haal. En ze komen elkaar weer tegen. Lina Klaases met de rebound. Ze hebben nog 3 seconden, 2, dan moet er nu geshot worden. Dit is te laat. 53, 54. Wat een spannende partij. Ja, zeker. En een goede wedstrijd ook. Heel intens aan beide kanten. Ja, tempo ligt heel hoog. Beide ploegen willen zeer snel basketbal spelen. Ja, en Nora Lemmens mee, bepalend voor de wedstrijd. Kijk, dit was een beetje harken. We hebben al Evelyn Nally met een dubbel-dubbel, 17 punten. En ook al 10 rebounds. Ja. Aan de kant van Kangaroos, Nora Lemmens, 20 punten reeds en al 12 rebounds. Ook Lilians, 17 punten. En Lina Klaases, 12. Ja, de Rappé, 13. Dat zijn zowat de topscorers. En opmerkelijk, bij Kangaroos, 5 scorers maar. 5 meisjes die een korf gemaakt hebben. Bij Waregem zijn er al 6. Dat is toch weinig, Filip. Ja, het is een beetje ook het spelbeeld nu, zeker in de tweede helft. Dat zowel bij Waregem als bij Kangaroos ja, een aantal meisjes meer het laken naar zich toe trekken. Ik verwacht niet dat er nog extra scorers gaan bijkomen.
gaan. We starten meteen full force nu. Money time. 10 minuten. En Marie Kimpe, ja, die zit met haar vier fouten wel nog op de bank. Bij Waregem. Lilians. Nee. Te kort. En buiten. Binnengehouden. Oei. Oef. Lena Klaases. Nee, het is Jade Rappé die Jade daar Rappé, ja. Midden in het kluwen ligt. Heffelin, wat schudt zij nog uit de korte mouwen. Sarai Fenty. Dit is te kort, maar wel de aanvallende rebound geplukt door Nora Lemmes. Lilians opnieuw. En opnieuw daarnaast. En opnieuw duiken. Ja, en nu is de bal voor Waregem. Anne van Steenbergen probeerde zichzelf nog weg te toveren, maar dat lukte niet helemaal. Ja. Heflin, mannetje voorbij. Dina Klaases. Oef, ook veel contact. Ja, twee keer. En Heflin die daaruit komt met de bal. En dan. Ja, oei. Nee. Oei. Ja, bal was geraakt, ja. Ja. Ook de refs zijn een team, hè. Mogen ook elkaar een beetje helpen. Ja, dat is waar. Het derde team worden ze wel eens genoemd, of noemen ze zichzelf alleszins. Nanu van den Bogaert is teruggekeerd. Goede backdoor. En Klaases, goed gelopen dit, maar wel de bal kwijtgespeeld. Lilians. Goede pas. Ja, helemaal open. De aanval. Goede beslissing, heel goed. Mooi gedaan. En de score. Mia Willems. Vinnig als altijd. Ja, de Rappé. Niet te stoppen als ze doorgaat. Alleen met een fout. En dat is denk ik fout nummer 4 voor Nanu van den Bogaert, ja. Ja, de Rappé. Oei, ze hebben de punten verkeerd gezet. Ja, gebeurt alles. Ja, en het zou nu een voorsprong moeten zijn voor Waregem. Oei. Ja, het is juist nu. Ja, het is juist. De tafelcommissaris van Waregem staat er weer. Ja. Moeilijke paas van Heflin. Lilians, kijken. Wie komt er allemaal? Daar zijn ze. Oh, en de deur gaat open. Dankjewel. Geen verdediging. Nanu van den Bogaert profiteert. De time-out komt eraan voor Charlotte van Houten. De coaches van Waregem even overleg. Ja, was miscommunicatie. Ja. Ja, twee personen weg van de bal. Kijk. Ja, en Jade Rappé die naar haar man toe loopt. En daardoor het gat open. Lilians, 17 punten. Inmiddels 3 rebounds.
complete wedstrijd hoor, maar geplaagd met de fouten. Al mag dat in het vierde kwart met drie fouten geen probleem meer zijn. Nee, inderdaad. Wargen met de baseline inbounds. Benieuwd wat, of de coach een play heeft getekend. Ja. En de ref loopt naar de verkeerde kant. Dylan Klaases. Ja, goed gedaan dit. Goed gedaan dit. En daar had nog een fluitje bij gemogen, denk ik. En balverlies. Nee. Ja. Ja, nu wel. Toch wel. Nog niet. Ja. Goede hustle van alle meisjes. Goede hustle. Nu wel. Allemaal in het pak daar. Ja, de Rappé. Wat gaat ze doen? Naar de korf. En geen score. Twee vrijworpen wel. De fout is voor het nummer 6 van Kangaroos, Luna Boekaert. Nou, het zijn dure missers nu, alle vrijworpen aan beide kanten. Nog 7 minuten 13. Het gaan de kleine dingen zijn die verschil gaan maken. Ja, geen score. Laura Lemmes. Ik wou zeggen de bal kwijt, maar het valt nog allemaal nogal mee. Daar zijn ze al, daar zijn ze al. Kijk. En dan moet Mia toch achteruit. Lili Jans. Nee, geen score. Rebounding. Juliane Vervaken, de turbo van Evelyn. En weer de afwerking die aan de wedstrijd overlaat. Goeie fake. Ja. Goeie dan. Lili Jans. 3 punten voorsprong voor Kangaroos. Ja, daarop hé. Haar scorend vermogen van in de eerste helft heeft ze nog niet teruggevonden. En de vierde fout is dit. Voor haar. Ja. Coach van Houten gaat haar toch nog wisselen, denk ik. Nee, nee. Nee, het is iemand anders. Het is Juliane Vervaken die eruit komt. En nu toch. Wat gebeurt er allemaal? Nee, kijk. Oei. Ja, een heel bizarre move doen. Wou ik zeggen, ze ging nog iemand terug het veld opsturen. Ja, en het was toch de bedoeling van Rappé te vervangen. En als ze de vierde fout niet gezien had. Dan moet je hopen dat hij nu geen vijfde maakt. Ramp blijven zou ik zeggen. Lilians scoort. Evelyn Ali. Een loopfout. Anna van Meerhagen. De travel en nu wel de wissel. En dan ook de met 4 fouten geplaagde Marie Kimpen die terugkeert. Ja, en voor wie is dit? Het is allemaal een beetje moeilijk. Anna van Meerhagen die naar de kant komt. Lilians. Geen score. Goed gespeeld dit. Snel. Marie Kimpe is terug. En de snelheid van Waregem gaat omhoog. 61-64. Het blijft super spannend. Balverlies. Holalalalalalala.
En opnieuw scoren. Kijk eens. 1 puntje. Time-out, Arvid Diels. Ja, en de score nog eens van Jolien Vervaken die we te zien krijgen. En aan de overzijde, goede stop, goede beslissing. En Lille Jans die de partij een beetje naar zich toe trekt. 21 punten inmiddels. En dan is snelheidsduivel Marie Kimpen terug bij Waregem. Kijk, Evelyn. En het lijkt mij een beetje dat Nora Lemmes ook aan een breeder toe is. Want weggezakt, niet meer gezien in de jongste minuten aanvallend. Maar ook nu dat balverlies, ja. De vermoeidheid slaat toe, denk ik. Dat kan, maar ik denk niet dat ze de buren nog gaat krijgen. Hè. Ik denk dat Lille Jans, Nora Lemmes... Ja, die ga je niet meer uit de ploeg halen, natuurlijk. Nee. En dan moet ze zich in een time-out een beetje herpakken. Ook de vraag is wanneer hij Rapé terugbrengt. Ja. Ik denk dat we weer de balscreenplay gaan krijgen met Nora Lemmes en Lille Jans. Net zoals in de eerste helft hadden we een 3-punt shot met pick en pop. Gaan we nu echt weer te zien krijgen. Nora Lemmes, ja, loopt zich daar gewoon vast. Goede switch. Ja. Marie Kimpen bij de inworp. Na Klaassen zoeken naar het gaatje, dat komt er niet. Oeh, en dan gaat die bal buiten. Moeilijk ook, die paas over de hele zone. Het is verleidelijk natuurlijk, je ziet die man vrij staan. Maar het is ook de moeilijkste bal die je kan geven. Zeker op deze leeftijd, wat een kracht wat ontbreekt. Nora Lemmes. Lille Jans. Nee. En daar moest Lina Klaassen uitkijken. Lille Jans nog eens. En het is Lina Klaassen die de bal heeft. En kijk, duivel uit een doosje, daar is ze weer. Marie Kimpen, alsjeblieft, helemaal. Lille Jans lanceert er tegen een aanval en dat is iets te snel voor Mia Willems. Iets te scherp die paas. Melissa Luba naar de kant. Nanu van den Boogaard met haar 4 fouten terug. Super spannend. 4 minuten nog. En de score. Voorsprong voor Waregem. 1 puntje. Lille Jans, wat gaat ze doen? Scoren. En een bonusvrijworp krijgen. Fout van het nummer 10. Sarai Sainti. We gaan naar zeer spannende laatste minuten. Ja, ja, ja. Zeer spannende. En Luba gaat er terug in komen bij Kangaroos. Ook ja, de Rapé. Toch de breeder. Ja, maar ze was ook echt uit de wedstrijd verdwenen. Gegleden als het ware. En ik snap dat hoor. Nauwelijks een rustpauze gehad. In de hele partij goed 1 minuutje gerust. 2 punten voorsprong, Lille Jans. Goeie beweging, maar een half blok en dat was genoeg. Van Hanne van Steenbergen daar. Te kort.
Heflin, de turbo, die werkt nog altijd. Kijk, kijk, ze snelt alles en iedereen voorbij. En daar is dan Marie Kimpe met de rebound. Balvoordeel voor Kangaroos. Zo heeft Evelyn Nally er jammer genoeg een aantal gemist. Hè. Zo op een rechterhand in transitie. Leeftjes normaal wel zeker kan maken. Nina Klaasens, even gerust. Wie gaat eruit? Marie Kimpe, ja, vind ik vreemd, maar goed. En ook Elisa Luba bij Kangaroos. Ja. Nora Lem is terug. Dat kan je begrijpen natuurlijk. En dan een brik. Heflin naar Jan de Rappé. Paas naar Lina Klaasens, maar Nora Lemmes had dat doorzien, die zat er goed tussen. En daar mag Luba opnieuw Luba toneel komt terug. Ja. Elisa Luba. Hoor Hanne van Steenbergen. Oei. Uitkijken voor de fouten nu. Daar is Lilians. En die scoort opnieuw. Goeie move. Ja, 4 punten voorsprong voor Kangaroos. En alle ballen draaien eruit nu bij Waregem. En dan moet een time-out worden bij de score. Dit is de bom van Mia Willems, die heel veel pijn gaat doen. 2 minuten nog, 7 punten verschil staan er plots op het bord. En dan begint het spelbeeld van de wedstrijd. Hè. Beide ploegen die de paint goed gesloten hadden. Ja. Worden veel shots genomen en die shots die leiden veel tot transitie. En als je die dan wel binnengooit natuurlijk, dan krijg je dit. Ja, inderdaad. Charlotte van Houten. Ja, moet dat uitleggen nu aan haar meisjes. Lina Klaasens met de score. Zag u nog eens. Aan de overzijde is het toch deze juffrouw die de wedstrijd aan het bepalen is. Lilians, 21 punten, 4 rebounds. Ja, impressionant hoor. En het zijn er intussen al 26. Ze moeten het terrein op nu. Meisjes van Waregem, die van Kangaroos, zijn er al aangemoedigd door. Ja, toch wel een 150, 200 mensen, denk ik, die daar op de tribune samen zitten. En dat kunnen ook de fans van Waregem nu. Absoluut verdiend voor die meisjes, want gestreden. Tot de laatste seconde gaan ze straks gedaan hebben. Maar 2 minuten, nog zeer lang aan basketballen. Ja, ja, absoluut. Kan ook veel gebeuren. Maar er moet gescout worden nu, Filip. Ja. En er moet een stop komen. En anders gaat het niet lukken. De fout. En daar hebben ze geluk, want als dat 2 seconden later was... Ja, de fout. Was het onmiddellijk een vrijworp. Ja, was het een throw-in foul. Ja, ja. Een fout voor de bal in onbounds kwam. Hey, Flynn. Nali. Balverlies. Ai. Dit is dodelijk. En dan erop duiken, dat is het beste wat je kan doen. Balvoordeel voor Waregem. Ja. Er moet absoluut gescoord worden nu. Ja. Absoluut. Kijk, het balverlies. Goede handjes van Nora Lemmes. En dan meteen de belegering door Waregem. Heflin Nali. Een naam gaan we nooit vergeten. Oeh, ja, vast. Dat is een probleem. Luba!
Volgens mij was de hand gewoon bovenop de bal. Maar wel fout nummer 5 dan. Maar ja, de Rappé. Hier nog eens het balverlies. Speelt zeker een verdienstelijke wedstrijd, Rappé. Ja, maar wel in de tweede helft echt weggegleden toch? Ja. Een geweldige eerste helft, maar dan een beetje uitbeeld. Er is Saluba. En het probleem van deze finales van het weekend, ja, zijn de vrouwen. Onwaarschijnlijk. Eén op twee. Wagen heeft nog een derde time-out, maar ik zal misschien nog even wachten. Ja, 8 minuten nog. 8 punten bedoel ik nog. 8 minuten voor Wagen helaas niet meer. Vina Klaases, ja. Ik zou stilaan naar de korf beginnen kijken, denk ik. 2 vrijworpen. Fout Nora Lemmes. Is gelukt, hebben ze ook absoluut nodig. Juline Vervaken. En dan proberen snel een stop of een steal te komen. 2 gelukte vrijworpen, 6 punten voor het verschil. Jans met een lange paas. Maar 2 possessions. Hè. En ze gaat het nog eens proberen. Ja. Bal blijft inderdaad voor Kangaroos, dat is juist. Time-out van Arvid Diels. Hij zal even benadrukken dat hij wil dat de bal wat langer rondgaat. Ja. Dat hij niet zeker wordt geshot na 5 seconden. De derde time-out is dit. En nu de moeilijke denkoefening voor de stap van Waregem. Gaan we nog vlug naar de fouten gaan? Ja. De time-out is dit voor Arvid Diels. Kangaroos staan terug op het veld. En nu ook de meisjes van Waregem. Lina Klaases die nog wat extra raad krijgt van papa Frederik. Balverlies. En de score is gemist. Nog 55 seconden, maar er moet snel een score komen van Waregem nu. Lina Klaases, gaat jij daarvoor zorgen? Nee, en een balverlies. Ai, 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 ai. De deur toe, denk ik. En het is Mia Willems die de deur echt toe doet. 8 punten verschil, 33 seconden krijg je niet meer klaar, denk ik. Nee, game over, vrees ik. En Mia Willems met 5 zeer belangrijke punten in het laatste kwartier. Ja. Nou, ze komen niet meer tot scoren. Margen. Lilians ziet Nora Lemmes. Oeh, die mist.
echt door haar beste krachten heen. Over en uit, de finale is gespeeld. 67-75 is de eindstand. Beide teams zouden de verdiende winnaar geweest zijn. Ja, zeker. Beide teams. Absoluut. Ja. En we hebben opnieuw een heel leuke, spannende wedstrijd gezien. Beter dan verwacht, moet ik zeggen. Applaus voor de meegereisde fans. Nou, die van Mechelen zijn met de fiets gekomen met dit weer, denk ik. Die van Waregem die zijn al wat langer onderweg. En we krijgen onze laatste cijfertjes van deze partij toegestoken. En dan wil ik toch ook eens die 14 punten van Mia Willems vermelden. Die echt wel... Een X-factor was vandaag, hè? Ja, ja, in de laatste kwartier zeker. Die 7 punten scoorde in dat laatste kwartier. En Ineoris gaat de bekers uitreiken. Thuis speelt ze eigenlijk een beetje een van de uithangborden van Phantoms Boom. Ja, heel lang jeugd bij Phantoms Boom gebasketbald. Ja. Ja. En nu bij de concurrentie. Nu speelt ze bij Castors Brein. Ja, gaat ze meedoen voor de Belgische titel. Ja. Meisjes van Waregem die hun bekers overhandig krijgen. En ze mogen best trots zijn op zichzelf, hoor. Goede wedstrijd gespeeld. En daar zit echt talent in die groep. En de coach, Charlotte van Houten en Frederik Klaases. Die zijn beker gaat oppikken en dan zijn er die goudkleurige exemplaren. Uiteraard voor de winnaars. Kangaroos. Trisha Leclerc, Mia Willems, Fiona Boekaert. Lily Jans. Topscorer met 26 punten. Elisa Luba. Hailani Leemans, Hanne van Steenbergen. Nanu van den Boogaert, Aline Verwerft. Juliette de Wachter, Sam de Zeeuw. En Nora Lemmes, ook zij 20 punten. En dan zijn er de coaches natuurlijk die hun bekertje nog gaan ophalen. En dan mag de kapitein van ik denk dat de headcoach samen met de meter van de ploeg snel naar Mechelen is, want om 2 uur spelen ze al. Dus die zijn niet meer meteen hier. Lilians, ja, zij kent het al hoe ze moet omgaan met zo'n beker, dat is duidelijk. Heeft al veel gezien, hè? Ja, ja. Voilà. Want een aantal van die meisjes spelen vanavond nog een keertje mee met de U16 ook. Het zal een goede warming-up voor de finale van vanavond. Ja, zeker. Zowel aan de kant van Waregem als aan de kant van Kangaroos. En Kangaroos. Ja, nog maar eens een beker hier gewonnen. En voorzitter Luc Catra. Glunderend in de tribune. Vier op wat zijn ploeg hier laat zien natuurlijk. Een feestje met de supporters, met de fans in de tribune. En niet naar de tribune toe. Zo geeft de zaalwachter aan, maar netjes naar de kleedkamer, want er moet geveegd worden. Het floor management loopt al over het terrein. En dan moet de zaal netjes ontruimd worden natuurlijk. Dan moet het veld helemaal klaar zijn voor de volgende partij. En dan
En dan is er zo dadelijk al bijna, moet ik zeggen, om 12:20 de finale van de U16. Jongens Amon Gentsom tegen Bavi Vilvoorde. En om 3:00, mocht u geen wielerliefhebber zijn, of eerder een basketliefhebber, is er de finale van de Seniors Heren tussen Lommel en Latem de Pinte. Ook dat is een leuke affiche natuurlijk. Voilà. Philippe, zeer bedankt voor de deskundige hulp hier. Graag gedaan. Bij deze U14 finale. Leuke wedstrijd gewonnen door Kangaroos Basket Mechelen met 75 tegen 67 van Ion Waregem. Tot zo.